Jeppe, bekend van zijn deelname aan Merit at First Sight, heeft recentelijk een ontroerend bericht gedeeld op zijn sociale media. Hij deelde met zijn volgers het hartverscheurende nieuws dat zijn vader, vier jaar na de diagnose van nierkanker, recentelijk uitzaaiingen van dezelfde ziekte heeft ontdekt. In zijn openhartige post legt Jeppe uit dat hij vaak vragen krijgt over de gezondheid van zijn vader, en na overleg met zijn familie heeft hij besloten om dit moeilijke nieuws openbaar te maken. Hij schrijft dat zijn familie voor een uitdagende tijd staat, waarin ze natuurlijk hopen op positieve ontwikkelingen, maar waarvan ze ook de onzekerheid erkennen. Jeppe deelt zijn hoop dat de behandelingen zullen aanslaan en dat zijn vader zich nog lange tijd goed zal voelen, zodat ze samen nog vele mooie herinneringen kunnen maken. Naast de gezondheidsproblemen van zijn vader heeft Jeppe ook te maken met andere stressvolle situaties. Hij benoemt de financiële zorgen die zijn ontstaan door het sluiten van zijn winkel en het vertrouwen dat hij heeft geplaatst in zijn vorige werkgever, wat niet terecht bleek te zijn. Ondanks deze uitdagingen blijft Jeppe dankbaar voor de steun van zijn familie en zijn vrouw, evenals voor de vele lieve berichtjes die hij ontvangt van zijn volgers. Hij benadrukt zijn vastberadenheid om zijn vader trots te maken door zich volledig in te zetten voor zijn toekomstplannen op het gebied van werk, sport en liefde. Het is duidelijk dat Jeppe een moeilijke tijd doormaakt. Maar zijn bericht straalt hoop en vastberadenheid uit. Hij blijft optimistisch over de toekomst en put kracht uit de liefde en steun om hem heen.